Dag allemaal en welkom hier in dit fenomenale stadion. De thuisbasis van een van de mooiste ploegen ter Barcelona. Ik ben Siert de Vos, uw commentator. En naast mij zit collega Jeroen Guut. Samen heten we u van harte welkom. Als de topschutters een beetje op dreef zijn vandaag, zou het hier wel eens kunnen uitlopen op een monsterscore. Elke treffer van buiten het 16 meter gebied telt voor 2. Dus 2 voor de prijs van 1. Dit is Barcelona tegen Bayern München. Het credo is eigenlijk heel simpel vandaag. Oprukken richting de 16 en dan vlak voor de rand van het strafschopgebied op die schietknop drukken. En dan gaat hij er als een streep in. En dan telt hij dubbel. Musa Marega. De 11 spelers die vandaag voor Barcelona aan het duel beginnen. De coach heeft er blijkbaar vertrouwen in vandaag. Getuigen zijn keuze voor een aanvallend 4-3-3 systeem. Dit is nou een systeem waar wij Nederlanders gek op zijn. Met opkomende backs en vleugelspelers. Het duel wordt straks door Bayern München begonnen met deze opstelling. Een aanvallende 4-5-1, Jeroen. Ja, maar wel met twee middenvelders dicht bij de spits. De dribbel van Paulo Dybala wordt. Hij kwam 1 tegen 1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, Siert, dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. Hè? Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. En daarna wordt die paas opgevolgd door een minstens zo fraaie afronding. Want dit is pure klasse. Dit kan niet iedereen. De bal zo plaatsen buiten het bereik van de keeper. Meesterlijk. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Zaniolo. Blijft goed aan de bal. Ja, je kunt het in theorie proberen van deze afstand. Zo uit de lucht. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Hier staat de doelman niet op de goede plek. En dat kost hem een doelpunt trouwens, zijn hele ploeg. Ja, hij is absoluut niet bij de les. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Verdediging let goed op. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. Bal naar de andere partij. Een grote kans hoor. Het spel gaat verder naar die redding. Niet goed gedekt, hij is de tegenstander kwijt. Bal over de achterlijn, dat is een hoekschop. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Schot is onderweg. Ja, die zit. En wat een mooi doelpunt. Ja, die telt toch voor 2. Dat klopt, zie je het. Een doelpunt waarbij de bal van buiten de 16 wordt geschoten, wordt als een dubbel doelpunt geteld. Dus 2 voor de prijs van 1, zeg maar.
Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Met die actie komt hij weer in balbezit. Dit kan wel eens een kans opleveren. En nu snel schakelen voor de counter. Moussa Marika. En hij maakt gewoon zijn derde. Oh, wat een geweldenaar is het toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Barcelona. Con el 36, Moussa Marega. Serge Gnabry. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En hij pakt die bal. Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg. Tja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, de mooie kopbal. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Want wat gebeurt er nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau. De bal komt perfect terecht. Dan moet je kijken hoe je hem dan vervolgens langs de doelman komt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien. Lekkere goal hoor. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En met de bal aan de voet de uitbraak. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller, maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. En dat wordt een doeltrap. We kijken nog even hoe die bal erin ging. Dat moet toch lukken, deze bal. De bal blijft binnen naar die redding. Hij zit er goed tussen bij die pas. Al zo snel een overtreding. Maar toch geen gele kaart. Moussa Marega. Kempamba. Een schot. En die bal wordt goed geblokt door een speler. De bal nog altijd in bezit van Bayern München. Voordeel dus. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Is alweer even aan de bal. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. En die bal vliegt binnen. Hij houdt die bal mooi laag. En daardoor is hij moeilijk te pakken voor de doelman. En hij werkt de bal fraai en laag de hoek in. Nou, hij twijfelt ook geen moment, hè. Heerlijk. In één keer genomen en zo rechtstreeks de hoek in. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij gaat schieten. Nou, nee. Ja, hij scheelt helemaal niet zoveel. Ja, maar we zien het al graag, hè. Zo'n hard afstandsschot. Barcelona zet aan hier. Ja, op doel. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Wat is hij doelgericht vandaag, zeg. Ja, hier nummer 3 van de wedstrijd. En wat zit hij er weer lekker in. Hij is niet te houden.
Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Bayern München krijgt hier voordeel. De arbiter laat doorspelen. Nicolò Zaniolo. Ze komen opnieuw in balbezit. Komt er een doelpunt aan? Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zo'n bal er toch in. Bal naar het midden. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Weer over de achterlijn. Nog een hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. De verdediging werkt die bal goed weg. Legt hem terug. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie, hoor. Ah, ongelooflijk, ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Jongens, jongens, jongens. Wat een gekluns. Ja, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijtraken? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot een tegengoal. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. En met het hoofd, schitterend doelpunt. Dit doelpunt is natuurlijk een ABC'tje. Zeker na zo'n heerlijke paas. Een scoren is dan een koud kunstje. Hij staat helemaal vrij, de bal komt recht op hem af. En kan hem staand binnenkoppen. Goeie goal. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En we doen gewoon nog een hoekschop. Hoekschop wordt voorgegeven. Bal opnieuw achter. Nog een corner. Corner voor het doel gebracht. Het gevaar is nog niet geweken. Knappe volley hier. De speler staat in de baan van het schot. Kunnen ze profiteren van deze pass? En Barcelona scoort! Normaal gesproken houden ze tegen, maar dit keer maakt de verdediger zelf een goal. Ja, dat had hij denk ik niet verwacht toen hij vanochtend opstond. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Nog steeds aan de bal. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Wat een actie, zeg. Kijk hoe die doelman daar goed bij zit. Uitstekend gedaan. Ja, flitsend, hè. Normaal gesproken. Een fraaie kopbal. Doelpunt. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is hier niet het geval. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. De bal is voor hem. Paulo Dybala. En met de bal aan de voet de uitbraak. En hij pakt die bal. Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg. Tja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat dan ook nog een keeper. En die levert puur vakwerk af. Er wordt weer een hoekschop gegeven. Komt de hoekschop in het midden. Mooie kopbal. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Kostas Manolas. Lars Oederstal.
Dit lijkt me geen slim plan van de doelman. Wil hij scoren of zo? Zou wel eens wat kunnen worden. Zo, daar zit de doelman mooi tussen. In het midden van de 16. Morgen achter, een hoekschop. Bal wordt voor het doel gebracht. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Maar het is wel verbijsterend om te zien hoe het allemaal misgaat. Hè? De bal niet goed weggewerkt. Maar dan vooral het gepruts. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Puur prutswerk en dan roep je de ellende over jezelf af. Hij komt met een schot. Ja, schitterend. Wat een mooie trap, een plaatje van een afstandsschot. Het is gewoon om in te lijsten. Dat zien we graag, hè. En zijn teamgenoten zijn er ook dolblij mee. Want dit doelpunt van buiten de 16 telt voor 2. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. Vandaag komen zijn passes goed aan. Komt steeds iets verder. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Oh, wat gaat hij handig langs zijn tegenstander. De tegenstander raakt hem als laatste aan. Hoekschop. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Een kans op een counter. Die gingen net niet in, maar ze zijn gewaarschuwd. Geweldig om te zien. Een prachtige stijlvorm in het voetbal. Zo'n snelle counter. Ja, het is bijna niet te verdedigen, Siert. De tegenstander zal echt goed moeten opletten, want de volgende keer is het waarschijnlijk wel raak. Oh, een kans om te schieten. Redding van de keeper. Nou zeg, nog een hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. Boom! Het lijkt wel een hamer, dat hoofd. Wat een kopbal. Geweldig. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is hier niet het geval. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. Die krijgt er geen vinger meer achter. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Ik denk dat zijn coach hier de zenuwen van krijgt. En dat is een mooi doelpunt. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Edinson Cavani. En Edinson Cavani, ja, hij verspeelt de bal. Bal uit, dat wordt een hoekschop. Bal naar het midden. Van dichtbij. De speler staat in de baan van het schot. Serge Gnabry. Oh, wat een kans. Nog steeds gevaarlijk. Hij tikt hem over het doel. Nou, zeg, ze hebben een abonnement op hoekschoppen. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Goed weggewerkt, die bal. Deze getallen zijn een prima weergave van de verhouding op het veld. Eén ploeg maakt de dienst uit. Doelman had hem. Bal blijft binnen.
komt die. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. En Barcelona scoort. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Gnabry. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Dat kan hij hiermee. En bam, daar is Dybala met zijn volley. Perfecte timing. Ongeven naar de techniek. En hij hangt. Bam, bam. Van de Flintstones, vindt u hem wel? Jabbedabbedoe, verbluffende goal. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Ja, op doel. Kijk eens, wat een afschuwelijk vernietigend schot dit. Hangen, en is er nog collateral damage. Het lijkt wel alsof hij buskruid in zijn schoen heeft. Wat een prachtige goal, zeg. Van grote afstand jaagt hij de bal zo het doel. En hier, vanuit dit perspectief... We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Moussa Mariga. Vierde paal terug in het spel. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Omdat hij zo mooi is. Nog eens. Opeens die bal die zijn kant op komt door de lucht. En dan die vernietigende volley. Technisch perfect uitgevoerd. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Ja, daar zit hij goed tussen. Zet verder door. Hij neemt het schot. Goed verdedigd, dat schot. Dat wordt een vrije trap voor Bayern. Edinson Cavani. Nou, de eerste helft verloopt rampzalig voor dit team. Het wordt echt lastig om dit... Komt er een doelpunt aan? Naar de man bij de tweede paal. De bal blijft binnen naar die redding. Bal over de lijn en inworp. Onder druk gezet over de lijn. Kunnen ze profiteren van deze pass? Wat een enorme duik voor die doelman. Hoekschop in het centrum geplaatst. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Een schot van Dybala. Kans hier. En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, haha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander. En slaan daarna onmiddellijk toe. Dit is een knappe goal hoor. Die komt eigenlijk voort uit het feit dat ze de tegenstander in een wurggreep nemen. Er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het leidt tot balverlies. En dan weten ze er wel raad mee, hè. Want heel snel ligt de bal dan uiteindelijk achter de keeper. Hij gaat schieten. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Bayern mag een vrije trap nemen. Jorge Vigal. Er komt een vrije trap voor Bayern München. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Er ligt ruimte voor de counter.
Oei, te veel. Hij schiet op goal. Zo, hij houdt hem gewoon tegen. Nou, ik ging ervan uit dat hij zou scoren. Bal komt voor het doel. De bal gaat uit via een kopbal. Over de vleugel. Gnabry. En die voorzet is bedoeld voor Dybala. En bam! Daar is Dybala met zijn volley. Perfecte timing. Ongeven naar de techniek. En hij hangt. Bam, bam! Van de Flintstones, vindt u dat wel? Jabbedabbedoe! Verbluffende goal! Dit is zo schitterend gecombineerd. De bal van de ene naar de andere speler. Authentiek tiki-taka voetbal. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Moussa Mariga. Hij schiet. En ja hoor, wat denk je? Weer een hoekschop gegeven. Corner voor het doel gebracht. En Barcelona scoort. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Want wat gebeurt er nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau. De bal komt perfect terecht. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. Die krijgt er geen vinger meer achter. Er is sprake van een duidelijk krachtsverschil in deze wedstrijd. Dit moet een doelpunt worden. Het spel gaat verder naar die redding. Wat een geweldige bal. Die bal gaat heel mooi laag het doel in. Altijd moeilijk voor een keeper. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Is alweer even aan de bal. Zo, daar zit het doelman mooi tussen. Bal naar het midden. De bal wordt voorgegeven door Dybala. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Barcelona met de aanval. En hij komt eruit, met de bal. Via de paal erin, koekoek. Ja, dat scheelt natuurlijk niet heel veel. Hè? De bal had zomaar via de binnenkant van de paal terug het veld in kunnen karamboleren. Maar hij vliegt er nu in. En voor de doelman is hier geen begin aan. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Zo, die zit zeg! Wat een afstand of wat een schieter. Heeft hij een verrekijker? Nee toch? En raak hoor! De keeper zat er nog bij, maar hij ging er toch in. Ja, die bal bleek toch te moeilijk. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Edinson Cavani. Kostas Manolas. Dribbelt verder richting doel. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Maar de kans zeg! 1-1 met de keeper. Maar die pakt de bal. En dan mogen zijn medespelers er wel voor bedanken. Een schot van Dybala. En die gaat over de doellijn. Hij schiet die bal laag in het doel. De keeper kan er niet bij. Een doelpuntrijke wedstrijd. Waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Edinson Cavani.
Hij stoomt verderop. Kennedy. Van de bal afgezet. Kunnen ze dit snel uitspelen? Nu moet het vervolg komen. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Leek veilig, maar toch de kans. Fenomenaal, een razendsnelle uitbraak en wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg. Hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Dit is nog eens omschakelen. Hè. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Vervolgt zijn weg naar het doel. En Barcelona scoort! Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie, niets op af te dingen. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak, maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal! Een prachtige treffer. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij houdt de bal af. Nog steeds aan de bal hier. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Schitterende treffer. Ach, kijk eens. Er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. In deze situatie komen overzicht en traptechniek magistraal samen. Kijk eens, wat een prachtige paas. En moet je dan eens zien hoe deze bal wordt afgemaakt. Een perfect getimede volley. Wat raakt hij die bal voortreffelijk, zeg. Alleen de doelman nog voor zich. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller. Maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee schitterende kopbal. Doelpunt. Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. En moet je kijken hoe hij hem dan vervolgens langs de doelman komt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien. Lekkere goal hoor. Het is rust. Zou het nu al beslist zijn in die eerste helft? Het krachtsverschil tussen beide teams was in de eerste helft heel groot. Ja, dat uitzicht natuurlijk ook in de score. En ik denk ook niet dat het nog kan worden ingelopen. Eén team domineert deze wedstrijd volledig.